als vriendengroep hadden we een soort van huisbezit. Eén huis is leuk, maar wat nou leuker dan één huis? Een kantoorgebouw. Een kantoorgebouw, de tweede plek. Die heeft mijn eigenheid. Maar heel het gebouw stond gewoon omsingeld. Iedereen was opgepakt, moest mee naar de cel. Dat was... En die zakpot die kwam dus een beetje richting mij. En die hond die werd gewoon losgelaten. Maar ik ben over het hekje heen gesprongen. Ik heb een sprintje getrokken naar dat hek. Over een veld en naar een ander hek. We liepen uiteindelijk een kamer in de nacht. En er lagen gewoon 20, 30 man daar. Er was een melding gemaakt van schoten. Zwak leek het, man. Veel gek. Ja, want het was gewoon echt een inval daar. Op een gegeven moment komt die man uit de deur zo. Toen liep hij gewoon letterlijk weer met mijn streetfeest gewoon weer naar boven toe. Nou, wij hebben nog nooit zo'n hard sprintje getrokken. Yo mensen, vandaag willen we jullie een paar untold stories vertellen. Dat zijn verhalen die niet op YouTube zijn gekomen omdat het beeldkwaliteit slecht was. En verhalen waarom we met YouTube zijn begonnen. Eerst gaan we lekker aftrappen met het begin. Hoe zijn we terechtgekomen bij YouTube? Nou, het waren twee kinderen op school, we waren kutkinderen en we wouden eigenlijk heel graag iets verder met ons toekomst doen. En ook al 13, 14 jaar nu. Veel te lang eigenlijk, maar goed. It is what it is. We hadden altijd al het idee om eigenlijk YouTube te gaan doen, maar nooit echt toen de tijd de stap ondernomen. We hadden een hobby vroeger. Eigenlijk was het al naar een verlaten locatie toe gaan, want we hadden als vriendengroep hadden we een soort van huisbezit. Ja, gewoon een oud verlaten huis midden in een straat. De villa, dat noemen wij het oude kutshowhuis. Ja, vond ik hartstikke tof. Maar eigenlijk is het gewoon inbreken natuurlijk. Dus ik denk een jaartje 11, 12 of waar. We hebben trouwens ook een kleine video ervan en dat ga je dus nu zien. We gingen naar die locatie toe, we hadden een raam ingegooid. Of tenminste wij niet, iemand anders van onze vrienden erop ingegooid. We vonden het leuk om naar binnen te gaan, gingen naar binnen. Twee dagen daarna of zo misschien, was letterlijk de raam weer gebarricadeerd. Maar in die tussentijd hadden we natuurlijk al een sleutel gevonden. Zij konden op elk moment terug naar dat huis toe. Het was gewoon inbreken, maar... Ja, het was echt een groot huis. Het was echt een heel groot huis. En daarnaast werd ook gewoon een nieuw huis gebouwd ondertussen. Ja, ja, ja. We konden inderdaad ook richting zolder of richting het dak gaan. En daar stonden allemaal oude computers. En wij verzorgden het eigenlijk soort van alsof het ons eigen huis was. Dus eigenlijk gingen we bezemen, we gingen schoonmaken. Ja, we sloopten niks. Ja, alleen het raam beginnen om binnen te komen. Ja, wij niet, nogmaals. Nee, maar ons groepje dan. Zodoende kwamen we eigenlijk naar binnen. En we gingen het letterlijk onderhouden alsof het ons eigen... huis was. Maar we vonden het eigenlijk nog niet genoeg. Want één huis is leuk, maar wat nou leuker dan één huis? Een kantorenpand. Een kantorenpand, de tweede plek. Die heeft mijn eigenheid. We gingen een keer weg van school en toen gingen we naar een groot kantorenpand van een van zo'n maat, zei van als verlaten. Daar wouden we ook naar binnen doen om te kijken. Urbexers, hè? Even kijken natuurlijk. Even koekeloeren. Honkli planky. Dus we gingen daar naartoe en Dylan moest nog even langs huis. Heel toevallig. Ik zei het nog tegen de jongens van, wacht nou even op mij, ik kom zo terug. De jongens hadden geen geduld op een gegeven moment. Die gingen dus naar binnen. En wat was er binnen gebeurd, Karel? We waren een half uurtje denk ik aan het chillen binnen. Gewoon een beetje rondkijken en dit dat. Ja, we zagen sirenes en we hoorden iemand keihard roepen van onze groep van, Wouter, Wouter. En eigenlijk rende iedereen een kant op. Maar heel het gebouw stond gewoon omsingeld met Wouter. En deze man zag het gewoon allemaal gebeuren van een afstandje. Ja, de meeste mensen hadden zich gestopt. Ik zat samen met een oud maatje van me gewoon op zolder helemaal ergens ingekropen. Eén van onze maten liep met zijn handen omhoog in zijn nek zo naar buiten. Alsof ze bang was dat hij ging schieten. Maar ik kan mijn honden herinneren, maar voor mij niet. Ik weet niet. Honden waren wel aanwezig, maar ik weet nog niet of ze echt die honden eruit hebben gehaald. Maar ik weet wel dat de honden in het spel zaten. Want ik kwam letterlijk terug naar de locatie toe, want ik had verwacht dat ze wel gingen wachten op mij. Nope. Dus ik kom naar de locatie toe en ik zag dus dat er allemaal politie auto's aankwamen rijden. Er waren voor mij twee busjes, één auto. Dus ik belde trouwens nog één maat van ons. Niemand nam op natuurlijk. Want dat scenario speelde al af in dat huis. Wat kon ik doen als buitenstaander? Helemaal niks. Alleen maar toekijken. Dus voor mij was het eigenlijk, ik zag letterlijk alles gebeuren. Op een gegeven moment ben ik ook maar weggegaan, want anders was het te suspicious. En toen, Karel? Gewoon deels had zich verstopt of probeerde weg te komen, maar niemand is weggekomen. Die Wouter waren on point die dag. Maar er was ook echt maar één ingang wat hun dan hadden geopend. Dat was zo'n rolluik. En de andere uitgang was dat één deur, maar daar stonden ze ook. Dus je kon gewoon nergens weg. Elke uitgang was gewoon een bouw. Iedereen was opgepakt, moest mee naar de cel. Dat was het engste moment van mijn leven ooit. Het was het eerste keer dat ik in de cel ging. Nou, niet echt het engste moment van mijn leven, maar meer van de spanning van oké, mijn moeder gaat gebouwd worden. Ik ga een slipper krijgen. Zo is mijn moeder niet, maar op dat moment was ik er wel bang voor. We hebben ongeveer 3 uur in die cel gezeten, denk ik. Ik samen met een maat van me. En 3 uur later kwam mijn broer opbouwen. Dat was zo blij mee. Oh, hij lachte me gewoon uit. Toen ik thuis was mijn mama fucking pissed. Toen ik die zaal kon lopen was wel opluchting. Maar jij bent dat nooit opgepakt, hè? Ik ben dat nooit opgepakt. Ja, weet je wat het is? Zo'n boevenkopje als mij, weet je. Dat is anders dan zo'n boevenkopje als jou. Als jij daar was geweest, was je ook opgepakt. Ja. Jij was gewoon pussyboy. Ik zal daarheen lopen. Ik hoor erbij.
minuutje. Ja, dat zeg je nu, maar als je daar staat, dan zeg je ook weer wat anders. Sprintje, vriend. Ja, ik wou net zeggen, daar. Dus vervolgens in die tussentijd, dat ik dan maar zeg, een soort van al wist dat hun opgepakt zouden zijn. Zoals jij thuis waarschijnlijk gewoon 3-4 uur te wachten op iemand appte. Nee. Eigenlijk niet. En ik denk niet dat ik dit ooit verteld heb van jou. Ik ging naar het huis toe van een maatje van mij. Die dus eigenlijk al aanwezig was bij dat huis. En ik ging vragen aan die ouders of die letterlijk kon buiten spelen. Gewoon, weet je. Maar hoeveel uur later was dat? Ik denk misschien een uur, 2 uur later. Hij kon ook gewoon naar buiten komen? Nee. Oh ja, hij was er niet natuurlijk. Hij was natuurlijk al nog in de cel. Maar die ouders wisten natuurlijk helemaal niks daarvan. Die hebben natuurlijk ook geen verdenking van, oké, hij is met hem geweest of zo. Goeie vriend man, niet eens bellen naar iedereen van joh. Bro, bellen op dat moment, het werkte niet, bro. Niemand nam op. Hij zult ook geen appje niks hebben, niet van zijn jullie eruit, gewoon niks hè. Ja, deze man lukt de volgende dag kom je op school en zie je hem weer, doet dat niks aan de hand. Ja, is toch zo, ja, dat is het beste wat je kan gaan doen. Ja, zo zijn we eigenlijk in Urbex gekomen, niet per se in YouTube, maar Urbex is natuurlijk een van onze eerste video's al gelijk. Een locatie die YouTube niet gehaald heeft, we hebben er 2. Dat zijn? Dat is Dubai Sil en Cinderella. Drie uur ruim, maar erg mooi jongen, mooi groot. Maar ik vind het helemaal mooi. Maar waarom die dus niet gehaald? Ten eerste, de camerabeelden waren gewoon redelijk slecht. En er waren 40 man. Het was net de Efteling, ik zweer. Het was echt een attractiepark, er waren 40 man daar. Overal in het gebouw. Dat is natuurlijk een heel groot gebouw, dus niet dat je constant iemand tegenkomt. Maar we liepen uiteindelijk een kamer in de nacht en er lagen gewoon 20, 30 man daar in een slaapzak gewoon daar te kamperen in dat gebouw. Je liggen dus gewoon mensen te slapen. In ieder geval fijne avond nog mensen. Heel graag. En het is een verlaten sanatorium. Dat is ook de tweede keer dat jij politie ontweken hebt. Wij allemaal, maar ook jij. Alweer jongens, ik word gewoon niet opgepakt. Dat zeg ik nu wel, maar ik moet even afkloppen, want... 1 week later. Zo. Go back. Everybody go back. We moesten met ons handen omhoog en stonden er 4 agenten om ons heen. Want er liepen echt veel mensen rond, ook met nepwapens en confetti-kanonnen en maskers. Het was gewoon echt een feest of zo. Mensen lieten dus die confetti-kanonnen afgaan en er liepen mensen met nepwapens rond. Er was een melding gemaakt van schoten daar. Op het moment eigenlijk dat wij dachten van nou, het is genoeg geweest, dan zijn we nu wel klaar mee, willen weg hier, want we kunnen hier toch niks filmen. Elke keer als je het filmt, hoor je weer een party pop, hoor je mensen weer gillen door de camera heen. Mensen op het dak steen naar beneden te gooien, het was gewoon echt lijp. Dus toen dachten we eigenlijk, fuck it, we gaan. Toen stapten we de auto in en wij reden echt die berg af. En langs ons kwamen gewoon letterlijk politieauto's erheen. Zwak leek het man, veel gek. Want ook gewoon echt met zoeklicht ook hè. Ja, want het was gewoon echt een inval daar. Omdat ze natuurlijk dachten dat het schoten waren. We hadden ook niet echt iets meegemaakt. We zijn wel een paar mensen tegengekomen die zeiden dat ze dat al tegengekomen. Ja. Een keer eerder dat ze daar kwamen, dat was een klein gebouw die erachter stond. Je ziet iets in een foto. Een soort schim of schaduw. Maar hun zeiden echt van, kijk, dit is een non, dit is de priester. Alsof ze gewoon precies uitnamen wie wat was. Gezicht. Ja, dat is wel waar. Dat zijn ze wel echt heel gedetailleerd. Ik zag wel een gedaante, maar het is niet dat ik het kon onderbouwen van, oké, dit is een priester of het is een non. Ja, doe maar zo. Was dus een van de locaties. Geleden was Chateau Cinderella. Een welbekende urbex locatie. We gingen dus de eerste keer verkennen en daarna gingen we dus weer terug naar de auto toe. Nog eventjes chillen, even wat eten. Waren we dus klaar met eten, wouden we dus terug naar de locatie toe. Letterlijk voor de ingang kwamen we politieagenten tegen. Yo, het is nu 10:50 in de avond. We gaan nu even een kijkje nemen weer binnen in Chateau. Politie. Bonjour. Ze waren op zoek naar een vermist meisje. Ze vroegen aan ons of wij hun gezien hadden. We hadden niet echt een doel voor ogen wat we nou eigenlijk gingen doen op die locatie. We hadden al 4 in de auto gezeten. Ja, de reden waarom we eigenlijk niks ervan al gemaakt, we hadden niks meegemaakt. De locatie was mooi, maar de droombeelden maakten de video. En die droombeelden zijn we kwijtgeraakt door de SD-kaart. Maar inderdaad, helaas was het ook al getrashed. Dat is zo'n reden dat mensen, ook wij, niet de locaties delen. Ook een kantoorpand bij ons hier om de hoek. Zo, die zijn ons op een gegeven moment weer in de fik gezet. Oh. We waren daarbij voor Halloween waren we shoots aan het maken op die locatie, die kantoorpand bij ons in de buurt. Zaten we eigenlijk kijken van, wat is een vet beeld, weet je, een clownsmasker op. Nou, misschien is het vet als we in dat raam daar gaan staan, de andere gaat dan beneden filmen. Maar we wouden dus daarheen lopen en toen we eigenlijk naar de ingang liepen waar we constant heen liepen, keken we naar de deur en het was gewoon dicht, terwijl die constant open was. Hij was altijd open, ja. We zijn er vaak op binnen gaan. Altijd. Ik dacht dus gewoon, ik loop heen en ik ga kloppen gewoon voor de lol. Dus ik klop zo en ik hoor opeens aan de andere kant van de deur,
Hallo? Nou, wij hebben nog nooit zo'n hard een sprintje getrokken. Ja, dat was het eerste moment waarin ik echt wel schrok. Dat ik echt dacht van, oké, hier moeten we echt weg. Ja, maar daar zitten ook wel vaak junkies en... Volgens mensen die dus helemaal geen onderkomen hebben. Dus die hebben inderdaad het huis gekraakt, of het pand gekraakt. En die hebben letterlijk een onderkomen daarin gemaakt. Ik ben nog eens een keertje met mijn neef ben ik daarin gegaan, mijn vriendin. We waren dus op die locatie aangekomen. We gingen de locatie in. En vervolgens zagen we opeens iemand voorbij lopen. Eerst keek ik hem aan en dacht van, huh, ik zie opeens een zaklamp naar me toe komen vanuit een deur. En ik dacht van, hè, dat kan toch helemaal niet, want de deur is dicht en er is ook geen raam in. Er was ook geen weerspiegeling, want we hadden natuurlijk zaklampen bij ons. Op een gegeven moment komt die man uit de deur zo en zegt, collega. Kijk hem zo aan, wij zeggen zo van, hè? Do you speak English, hoor? Weet ik veel, gewoon zo is, weet je wel, spreek je Engels. Toen liep hij gewoon letterlijk weer met mijn straight face gewoon weer naar boven toe. En die ging waarschijnlijk gewoon naar zijn collega's of naar zijn maten die boven waren. Maar op dat moment dacht ik ook al van, hier moeten we echt weg. Maar wel begon met YouTube, maar we filmen niet per se elke locatie waar we heen gingen. Voor mij gingen we toen een keer met Lisa en zijn vriendin. Gingen we gewoon een paar locaties bekijken, een beetje scouten eigenlijk. Want Lisa deed toen nog geen YouTube volgens mij. Nee, die deed wel wat Snapchat video's. Gingen we naar een paar locaties toe, nou één hadden we gezien, gingen we naar de tweede. En eigenlijk wouden we kijken of we binnen konden komen, maar we zagen eigenlijk overal camerabeveiliging, politiebeveiliging, blablabla. Dus hun dacht wel van ja, maar dat gaan we gewoon niet doen, want zo moeilijk over dit hek deed dat. Ja, ik dacht ik ga gewoon kijken naar die locatie, ik ga gewoon naar binnen, kijken of we binnen willen komen. En volgens zo'n website was het verlaten, dus ik klim best wel vermoedend. Hek over naar mijn prikkeldraders en ik loop over zo'n veld heen en ik loop zo door en ik ga zo kijken. Ik kijk zo'n beetje, allemaal camera's, weet je. Ik zat te denken van hoe de fuck kunnen we hier binnenkomen als er zoveel camera's zitten. En toen hoorde ik opeens een schil, een zaklamp en een hond. Dat was dus gewoon een veiliger daar die ook gewoon een politiehond bij zich had. Maar ik zag dus die zaklamp, ik hoorde die hond en hun stonden gewoon, ik denk wel een beetje 20, 30 verder op een veld. En die zaklamp die kwam dus een beetje richting mij en die hond die werd gewoon losgelaten. Maar ik ben over de hek heen gesprongen. Ik heb een sprintje getrokken naar dat hek, over een veld naar een ander hek. Over het hek heen gesprongen, die auto in gegaan en gezegd, we moeten weg hier. Los, we zijn weggaan. Ja, maar dat hek was moker groot elke keer. Ja, jongen. Maar ja, toen ik terugkwam was ik er best heel snel overheen. Ja, want wij kenden hun ook al voordat we hun YouTube deden. Ja, hun al voordat wij YouTube deden. En ik, ja, wie weet, misschien was het geen politiehond, maar ik zag een briefje met politieondertraining daar. Ik zie een man met een zaklamp en een hond en die wordt losgelaten. Ja, dat is 1 plus 1 is 2 voor mij, maar... Ja. De locatie stond inderdaad wel bekend als het zijn verlaten. Een verlaten school was dat. Ja, in dat veld stonden echt op elke hoek, daadwerkelijk waar, stond er een spotlight met camera. Ja, echt 3-4 camera's op één lamp gewoon. Elke hoek werd je gefilmd en ik zat daar echt gewoon heel... Jongens, vonden jullie het nou leuk om Untold Stories te horen? We hebben nog veel meer. Like, reageer en abonneer sowieso hier op ons kanaal. En dan gaan we jullie checken naar de volgende video. Elke vrijdag om 4 uur een nieuwe video online. Vamos!